goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki dit weekend naar Guyana. Diverse uitdagingen en oplossingen sociale projecten regering en LVV bewerkt gronden in Koroni en Wageningen. Een delegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki is op 22 maart 2024 vertrokken naar Guyana voor een werkbezoek. Het doel van het werkbezoek is om op presidentieel niveau met zijn ambtgenoot van Guyana, Irfan Ali, over onder andere de bouwwerkzaamheden van de brug over de Corentijnrivier te spreken. In gesprek met de communicatiedienst Suriname wijdt het staatshoofd uit over het belang van een goede samenwerking met ons buurland. Laat me even aangeven dat wij al sinds ons aantreden als twee presidenten van respectievelijk Suriname en Guyana, wij afspraken met elkaar gemaakt hebben voor regelmatige ontmoetingen, besprekingen van tal van onderwerpen. En om deze zaken goed te bespreken, hebben we zelfs een platform ontwikkeld. Een platform welke genoemd wordt van een high-level political dialogue en cooperation. Geleid door twee presidenten van Suriname en Guyana. En daaronder hebben we verschillende ministeriële werkgroepen waaronder verschillende thema's besproken worden. Als personenverkeer, goederenverkeer, maar ook veiligheid, gezondheid, milieu, vraagstukken die te maken hebben met de grenskwestie, vraagstukken die te maken hebben met de brug, vraagstukken die te maken hebben met de veerverbinding. Zo zijn er verschillende vraagstukken die regelmatig besproken worden. En er is ook afgesproken dat we twee keer per jaar op hoog niveau die ontmoeting gaan hebben. Dus er zijn onderwerpen die we nu gaan bespreken, die vallen onder deze structuur van samenwerking. Maar dit bezoek heeft een bijzonder karakter. Omdat wij tijd ingeruimd hebben om over een paar vraagstukken te gaan praten die heel dringend zijn. En die al geruime tijd lopen. En besluiten nodig hebben op het hoogste niveau van de twee regeringen, onder leiding van de twee presidenten. En één is de kwestie, namelijk van de bouw van de brug over de Corentijnrivier. Er is veel voorbereidend werk gedaan. Er zijn veel handelingen verricht, technische handelingen. Er zijn veel handelingen geweest naar de internationale gemeenschap om investeerders aan te trekken. Maar ook om na te gaan welke de bedrijven zijn die deze brug zouden kunnen bouwen. En daarop hebben verschillende bedrijven gereageerd. Meer dan 10 zelfs. Er is een proces ingezet van beoordeling. Er is een proces ingezet van ook nadere bevragingen. Uiteindelijk zijn er enkele bedrijven overgebleven. En daarover moet er een besluit genomen worden. Het proces is één dat een technisch team, een joint technisch team van Suriname en Guyana, als eerste de technische beoordelingen pleegt. Natuurlijk moeten we ook kijken naar ook financiële kanten, ook het aspect van de duur van de bouw. En daarna zijn die voorstellen die gaan naar het ministerieel team van beide landen, waar ook deskundigen aan zitten, zij beoordelen. En deze meetings hebben wel een paar keer plaats gehad. Recentelijk, nog afgelopen week, hier in Suriname met de ministers van Suriname en Guyana.
En nu is de aanbeveling van dit team dat de besluitvorming in feite verder besproken zal moeten worden op het niveau van de twee presidenten. Dat is het doel waarvoor we gaan. Goed voorbereid, goed gedocumenteerd. Voor ons is het van belang als twee landen dat die brug gebouwd wordt. Er is een groot belang. Het is niet alleen een brug voor een fysieke verbinding tussen Suriname en Guyana. Het is een brug die past binnen de regionale integratie van Brazilië, Suriname en Guyana. En we hebben nog vorige maand een Heads of Conference meeting gehad in Guyana. En daarnaast hebben we een tripartiet meeting gehad met de president van Brazilië, met de president van Guyana en de president van Suriname en de ministers. Waar we zaken besproken hebben van die integratie, die connectivity, de verbindingen tussen Brazilië, Suriname, Guyana. En daarbij heeft Brazilië heel duidelijk aangegeven dat zal heel ver zijn met het ontwikkelen van wegen, snelwegen, highways, die allemaal verbinding in feite zoeken met deze twee landen, Suriname en Guyana. Met Suriname als het gaat via de weg over Brazilië en Guyana. En daar is die brug dan bijzonder belangrijk. Maar ook aan de oostelijke kant van Suriname wordt die weg dan ontwikkeld via Frans-Guyana naar Suriname toe. En daarvoor hebben we binnenkort ook meetings om te praten over die brug over de Marowijnrivier. Dus je krijgt op een gegeven moment een hele regionale constructie van verbindingen, connectivity. En dat gaat ervoor zorg dragen dat er een verkeer gaat ontstaan vanuit zuiden van Zuid-Amerika tot noorden van Zuid-Amerika. Nou, dan zie je de belangrijkheid en het strategisch karakter van deze brug. Een brug die ervoor zorg gaat dragen, namelijk dat de investeerders nu investeren in noorden van Brazilië. In een uitgebreid gesprek met Sherlique Lilienthal, woordvoerder van de president, vertelt Julio Bicari, adviseur van de president, meer over het sociaal programma van de regering, waaronder projecten zoals Food Basket, koopkrachtversterking en het landelijk woningbouwprogramma vallen. Wij voeren u terug naar de volgende reportage, waarbij Bicari vertelt over de verschillende uitdagingen en de oplossingen hiervoor. Als we terug willen gaan naar de oorsprong van de Food Basket, moeten we toch wel naar enkele jaren terug gaan. Onze bedrijfgroep is, ik denk, als ik me niet vergis, in 2016 hebben we dit concept bedacht. Het heeft wel een aantal jaren geduurd voordat het tot uiting is gekomen. Maar eigenlijk moet je het zo zien. We zijn als bedrijfgroep in diverse sectoren actief, die we eigenlijk als onderdeel van ons strategisch integratieplan hebben opgezet. Oorspronkelijk zijn we begonnen met de molen en Veesu als meelfabriek en voerfabriek. Daaronder hebben we nog wat andere integratiebedrijven opgezet, zoals kippen, een kippenbedrijf, een pastabedrijf. Een ander onderdeel daarvan is agriculture, omdat we toch erin geloven dat dat het meest duurzame is voor het land. Ook lokaal, behalve richting export. Een heel belangrijk onderdeel als ruggengraat van de economie zijn micro-ondernemingen. En het micro-ondernemerschap, daar is de Food Basket onderdeel van. We zijn toen met de Bredelisjes bakkerij begonnen, we hebben de eerste op Apura opgezet. En eigenlijk is het de bedoeling dat Food Basket micro-outlets zijn, waarbij de keten van basislevensmiddelen zo dicht bij de eindgebruiker wordt gebracht. Het is de bedoeling ook dat er lokale producten erin gaan moeten komen in de nabije toekomst en verder. Maar het is eigenlijk een ketenbenadering. Kijk, op dit moment, wanneer er basislevensmiddelen of enige goederen worden geïmporteerd, heb je een importeur enerzijds. Daarna heb je een distributeur lokaal en dan heb je een verkooppunt. Je hebt 3-4 schakels daartussen, waarbij op een gegeven moment het product een stuk duurder wordt gebracht bij de eindconsument. Wij hadden dus het idee, hoe ga je de basislevensmiddelen zo goedkoop aan de man brengen? Want we kennen de pakkettencultuur van Suriname die al 40, 50 jaar zo gaat.
En toen dachten we, als we die schakels naar elkaar toe brengen. En we werken alleen met lokale ondernemers, hoor, ook lokale importeurs. Maar als we dat stukje van importeur, logistiek, distributeur en eindgebruiker naar elkaar toe brengen, dat we in de marges kunnen consolideren. En dat hebben we op een gegeven moment gedaan. We hebben de eerste foodbasket opgezet op het Oudveerplein, te komen wenen. We hebben geprobeerd inderdaad met lokale importeurs te kijken van oké, de eindgebruiker, dat wil zeggen de outlethouder, die moet het product gaan ophalen en die moet zelf gaan verpakken, herverpakken enzovoort. Wij providen het systeem, we hebben een soort digitaal systeem ontwikkeld voor gemakkelijke voorraadbeheer en verkoop. Dus het heeft gewerkt. Toen de regering Santokki-Brunswijk aan het machtscentrum kwam, hebben we gesprekken gevoerd over onze ketenbenadering. Waarbij eigenlijk met name de president en de vicepresident steeds vaker over het foodbasket-concept met ons heeft gesproken. Omdat ze, als ik me niet vergis, vaker gezegd, ze willen geleidelijk af van het pakkettencultuur. Mensen meer zelfredzaamheid te leren in plaats van mensen pakketten te geven. En er zijn veel gesprekken geweest erover, totdat de regering, ik denk vorig jaar, het project ook heeft geadopteerd. We zijn een public-private partnership aangegaan. We zijn toen afgestapt van de containerwinkeltjes, voor tijdelijk eigenlijk. Om eigenlijk de instap voor de mensen, de onboarding, te verkleinen. Want een containerwinkeltje kost veel geld. En we financieren alles zelf. Dus het werd een beetje moeilijk om 50 of 60 van deze containerwinkels in één keer op te zetten. Wat hebben we toen gedaan? We hebben naar de gebieden gekeken. We hebben iedereen die een foodbasket wilde benaderd. Er komen heel veel aanvragen binnen, hoor. En dat kunnen we nog niet aan ook. Maar we hebben eens gekeken. We hebben naar de locaties gekeken die ze hebben. Dus nu maken we gebruik van bestaande locaties. We leiden de mensen op, we trainen ze een beetje, we geven ze een tablet waarop er een verkoop, webshop-achtig product is. En van daaruit leveren ze de basislevensmiddelen. We hebben met een lokale handelaar afspraken gemaakt die zorg draagt voor de import van deze basislevensmiddelen. Die ook bereid is geweest en laten we zeggen zijn marges een beetje te verlagen om het allemaal betaalbaar te houden. En ik mag nu al spreken van succes van het concept. Niet alleen omdat we basislevensmiddelen goedkoper aan de man brengen, maar de grotere spin-off die we wilden bereiken, hebben we bereikt. Je moet ervan uitgaan dat in november vorig jaar, na de adoptie door de regering, we sterk zich gaan uitbreiden met de foodbaskets. En laat maar een gek product als aardappelen. In november kostte een kilogram aardappelen tussen de 60 en de 80 SRD. En dat is in de districten die dichtbij zijn. Toen was de aardappelprijs ook op een wat hoger niveau, maar niet dusdanig hoog. Vandaag de dag wordt aardappelen tussen de 16 SRD per kilo en 25 SRD per kilo aan de man gebracht. En dit heeft niet zozeer te maken met een significante drop internationaal, maar meer omdat de foodbasket een echte, ja, ik wil het woord concurrent niet gebruiken, maar concurrent is gaan worden van de gevestigde importeurs. Dus we zijn ook die dankbaar, hoor, dat ze hun prijzen zijn gaan droppen. Ik bedoel, ik ben de mening toegedaan of het nou foodbasket is of een grote supermarktketen. We zijn een klein land. We moeten niet proberen elkaar te concurreren als zodanig. Vooral niet in onze basislevensmiddelensector. We moeten ons volk voeden. Dat is onze grootste zorgplicht, vind ik, als bedrijfsleven. En ik ben ook dankbaar dat deze grote handelsketens hun prijzen gaan verlagen. En vandaag de dag basislevensmiddelen eigenlijk voor alle lagen van de bevolking betaalbaar worden aangeboden. We voeren daarnaast als Breadalicious een schoolvoedingsprogramma uit. En samen met het instituut van de First Lady. En wat eigenlijk ook een project is wat we moeten omarmen. Ik heb laatst een artikel gelezen ook, waarbij we hebben gezien wat het effect is ervan. Er waren ouders die hun kinderen niet naar school konden sturen omdat ze geen voeding hadden. Dus nu heeft elk kind, we praten over bijna 14.000 kinderen al, die behoeftig waren of zijn, die nu een broodje kregen, beleg. Ze kregen een vers fruitdrankje bij, een sap of melk, om en om, omwisselend. En daardoor gaan er steeds meer kinderen weer naar school. De regering heeft ook dat project heel erg omarmd. Ik bedoel, de president had de opmerking gemaakt, no child left behind. En het ligt in de bedoeling om dit programma uit te breiden. En eigenlijk, want mensen moeten niet denken, is een project aan goede ullen. Nou, weet je hoeveel spelers in deze keten ermee betrokken zijn? We praten over 8 of 10 bakkerijen, voor distributiebedrijven, sapproducenten, melkbedrijven. Maar onze benadering, en eigenlijk was dat ook het oorspronkelijk idee van de First Lady, is om eigenlijk een ketenbenadering te nemen. Je moet lokale agro-producers hebben die verse groenten en fruit gaan produceren. Je moet proberen volgens de schijf van 5, zoals we dat noemen, een volledig pakket aan te bieden aan de kinderen. Niet alleen een broodje, misschien een ander dagje een fruitbakje, een ander dagje een maaltijd waarbij ze genoeg vitamine weer naar binnen krijgen, bouwstoffen enzovoorts. Dit is echt een nieuwe concept, hoor. Wordt al jarenlang gedaan in ontwikkelde landen.
En ik denk dat Suriname in de regio, als we dit zo gaan doen, toch een voorloper zal zijn. Er is een verdeelsleutel tussen de IFL en het kabinet van de vicepresident. In de kustvlakte wordt er elke dag wordt er een vers broodje gegeven aan de kinderen, zoals ik het zei. Maar in het verre binnenland is het moeilijk, dus daar zijn we creatief mee omgegaan. De vicepresident is vrij bekend met hoe dat in het binnenland gaat. Er zijn bestaande keukens daar. Dus er worden levensmiddelenpakketten geleverd naar het binnenland. En er wordt dagelijks gekookt voor de kinderen, dus zodat ze een warme maaltijd kunnen krijgen, elke dag. Als onderdeel van het Integraal Sociaal Programma van de regering, waar ik ook een beetje inzage in heb, maak ik deel uit, hebben we geprobeerd commerciële concepten verder te ontwikkelen. Een klein voorbeeld daarvan is het huidige koopkrachtversterking. Op dit moment wordt koopkrachtversterking gestort voor mensen op de rekening of ze krijgen een debitkaart, een moneykaart. Als iemand uit de private sector, geloof ik er heilig in en dat bedoel ik totaal niet slecht, is dat als mensen om welke reden dan ook afhankelijk zijn van de overheid, dat je ze ook een beetje burgereducatie bij moet geven. Dat stukje van mensen geld geven is akkoord, maar ik vind dat we het uiteindelijk aan voorwaarden moeten koppelen. Anders ga je eindeloos mensen geld geven en je gaat ze niet leren omgaan ermee. Dus een van de concepten waarmee we bezig zijn, is het ontwikkelen van een digitaal betaalsysteem dat gekoppeld wordt aan specifieke doelen. Bij wijze van spreken dat jij geld krijgt van de overheid, maar dat je niet kan spenden aan een gokkantoor of aan alcohol of sigaretten bij wijze van, maar dat je het specifiek kan gebruiken om je stroom- en waterrekening te betalen, je benzine kan betalen, je bustransport kan betalen. Ja, en dat soort zaken, dus aan je basisbehoeften, zodat je jezelf verder kan gaan ontwikkelen. Want ik bedoel, iemand à la dag geld geven is nooit goed. Als ze niet met geld kunnen omgaan, kan je ze een tientje geven of 100 gulden, ze gaan er niet mee kunnen omgaan. Dus we moeten het stukje burgereducatie is belangrijker. Het huidige concept is dat de kinderen elke dag een broodje krijgen met verschillend beleg. Volgens mij variëren tussen pindakaas, jam, smeerkaas en er zijn nog een paar andere volgens mij of worden toegevoegd binnenkort. Maar los van het broodje krijgen ze afwisselend melk, lokale melk of een sapje, echt een vers sapje. En komt jullie melk van melkcentrale? Of we werken Michi? Volgens mij met Michi, als ik me niet vergis. Ja, ja, volgens mij hebben ze voor Michi gekozen in dit geval. Kijk, het moet ook betaalbaar blijven, want de overheid betaalt ervoor. Ja. En als private sector voerend uit. De broodjes bakken we niet zelf. We kijken naar de gebieden. We praten volgens mij over 100 plus scholen. 117, 113, hou me dat even te goede. Maar die worden gedaan door bakkerijen in dat gebied worden de broden geproduceerd. Er is een bepaalde standaard. Kijk, de First Lady vindt kwaliteit heel belangrijk en gezondheid enorm belangrijk. Ze heeft een strakke regelgeving daarvoor. Ze wil geen verbeteraars in het brood hebben. Ze wil niet te veel suiker in het brood hebben. Dus Het moet niet ongezond zijn. Nee, natuurlijk niet. We wilden zelf de overstap gaan maken binnenkort naar bruin brood en volkoren brood. Maar dat gaat ook een stukje bewustwording, ook naar de kinderen toe. Moet je even vereisen. Maar nogmaals, de stakeholders die betrokken zijn lokale bakkerijen, lokale sapproducenten. En we hebben gekozen voor de wat kleinere producenten. En tegelijkertijd moet het gezond zijn. Dus geen suikers aan toegevoegd. Soms kom je er niet onder uit om toch iets toe te voegen daaraan. Want ja, het moet gewoon om het lekker te houden voor de kinderen ook. Maar het gaat erom, wij als Breadalicious die het uitvoeren, zijn slechts de coördinator en de bewaker van de kwaliteitsstandaard erin. We voeren het niet zelf uit. De broodjes worden gebakken, wij leveren de verpakking, het verpakkingsmateriaal, de smeerstokjes, het beleg. Maar al het andere wordt lokaal gedaan. Ook het beleg wordt lokaal afgenomen bij lokale importeurs. Een deel volgens mij importeren ze wel zelf, maar een groot deel, een significant deel ervan, wordt lokaal afgenomen. Dus het is het lokaal bedrijfsleven dat enerzijds ook hiervan profijt aan heeft. Het Integraal Sociaal Programma, het gaat steeds beter, het gaat goed. We zijn nog niet waar we moeten zijn. Maar je moet ook ervan uitgaan dat eigenlijk elk ministerie van ons land een onderdeel heeft voor het sociaal programma. Dus het is echt regeringsbreed. Volgens mij bij sociale zaken zitten er heel veel aspecten ervan. Bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar je hebt ook het landelijk woningbouwprogramma en AHP, affordable housing, het onderdeel ervan. En zo heeft elk onderdeel zijn eigen uitdagingen. Ik denk dat je met Mark Romy, die voorzitter is, die kan je de technische details geven. Maar laat me het voorop stellen, het gaat steeds beter. Alle uitdagingen die we ondervinden verbeteren we heel snel. Ik heb het iets eerder gehad over het betaalgedeelte KKFV, welke we willen gaan verduurzamen eigenlijk naar de toekomst. Ook het gedeelte van voeding voor kinderen,
Sociale instellingen kregen ook nog voeding van het land. Het ministerie van Onderwijs heeft ook nog een voedingsproject. Dus we zijn ook bezig om alles bij elkaar te brengen en een zo compleet als mogelijk pakket aan te bieden aan al de diverse instellingen, hetzij scholen, hetzij sociale instellingen. Dus daarmee zijn we ook bezig. Nogmaals, ik zei, het gaat ook steeds beter daartoe bij. En ja, het is een continu proces, een dynamisch proces, want iedere keer komen er andere aspecten bij kijken. En we hebben, wat dingen die beter kunnen gaan, is eigenlijk een tijdige uitbetaling. Maar je moet ook begrip voor hebben, het ministerie van Financiën heeft geen ongelimiteerd budget of iets waar ze geld van kunnen trekken. Dus we moeten het wel echt als een ketenbenadering gaan nemen. En dat steeds, het wordt steeds duidelijker waar de uitdagingen zitten. Het mooie ervan is, en het minister, de minister van Sociale Zaken in de lead, komt het steeds waar het moet zijn. We zijn continu bezig het proces, los van de regeringsraad waar we de stand van zaken hebben gegeven. Was er gisteren ook een gesprek met de minister van Sociale Zaken. Die heeft ook haar knelpunten laten zien en ook met oplossingen gekomen ervoor. Dus nou, met de minister van Sociale in de Zaken in de lead, die eigenlijk het integraal sociaal programma moet leiden, zie ik wel dat in de nabije toekomst zaken steeds beter en vlotter zullen gaan. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is in februari van dit jaar gestart met werkzaamheden in zowel Coroni als Wageningen. In Coroni vindt ontginning van grond plaats ten behoeve van de agrarische sector, terwijl in Wageningen grond wordt bewerkt ter ondersteuning van de rijstproductie. LVV-minister Parmenen Seudien maakte dit op donderdag 21 maart bekend in aanwezigheid van president Santokki, de districtscommissaris van Coroni, Michael Winter, en districtscommissaris Senrita Gobardan van Nikeri. Kijkt u mee. Beide mensen, dit project is een voorbeeld van hoe je rekening houdende met climate change kan inspelen. Maar als we het niet goed doen, na 3 maanden regen is het zwamp. Dus we moeten het nu goed doen in polderen, zoals de minister dat met vaktermen zegt. Namelijk ringdam, goed ontwikkelen, waterbeheersing, maar tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek. Voor welke gewassen wel geschikt is. Maar ook een nieuwe soort veevoer van natuurwijs, hoe is het? Asola heet het. Introduceren. Wat gaat bijdragen aan de biodiversiteit hier zo. Maar ook wat gaat bijdragen aan het ontwikkelen van veevoerproductie. Maar ook het introduceren hier van die buffalo's. Rindjes ook goed beschermd. Want buffalo's met landbouwproductie kan heel gevaarlijk zijn. En ze trekken elkaar aan van de ene kant. Maar mijn mensen, ik ben bijzonder voor u. Hiermee geven we invullen ook aan het beleid van CARICOM. En wat is het besluit van CARICOM geweest? In 2025 moet de import van voedsel door de CARICOM met 25% zijn verminderd. Dat is een heel CARICOM die importeert op dit moment 6 miljard Amerikaanse dollar aan voedsel. In Coroni hebben we een stop gemaakt, de Coroni Swamp, wat we afdamming noemen. En daar ligt een groot stuk areaal, welke de potentie heeft om voor agrarische doeleinden. En we zijn daar begonnen om de eerste ontgingen te plegen aan die terreinen daar. We hebben het hele terrein in boezem van de staat gebracht, van LVV. We hebben daarna boeren geselecteerd.
middenstandsboeren die wel in staat zijn en kapitaalkrachtig genoeg zijn, maar ook die know-how hebben om die terreinen in cultuur te brengen. En dus dat hebben we gedaan. En vandaag was de president op bezoek in Coroni. Hij wilde ook getuige zijn, want hij hoort zoveel over wat er gaande is. Anderen die zich positief uitlaten, complimenten maken. Je hebt ook anderen die ook klagen van, ja, maar minuk is grong, weet je. Maar het was al die zaken waren goed uitgewerkt. En de criteria om in aanmerking te komen. Dus hebben we daar bezocht. De president was echt onder de indruk van het geheel. U was erbij. En daar komt 10.000 hectare in cultuur. Als alles, we hopen dat binnen 3 tot 5 jaar vanaf nu klaar te hebben. Of in cultuur te hebben. Omdat die grond, het is een zwampgebied. Dus als je het ontwatert, van alle dammen voorziet, van lozingen voorziet. Dan moet die grond nog rijpen, zoals we dat noemen. Rijpen betekent een stukje oxidatie van de bodem zelf. Dat een beetje hard wordt. Ten tweede, dat bodemleven daar goed op gang komt. Voordat je met je aanplanten kunt beginnen. Voor alle duidelijkheid, we gaan daar geen rijst toelaten. Omdat vlak er tegenover er een natuurgebied is. Dus je kunt moeilijk chemicaliën die gebruikt worden doen lozen richting natuurgebied. Maar meer een veeteelt, droge gewassen. Dat zijn zaken die wij dan voorschrijven. En we zijn nu hier op Wageningen, op de grens van lijn 7 en lijn 8. En Kaimanpolder, de drie polders, die onlangs, gedurende de afgelopen 6 maanden, waar de grondbewerking gedaan is. Want gelukkig was het droog, al die 6, 7 maanden. En hier is een areaal van bijna 5.000 hectare in cultuur gebracht. Tenminste, de grondbewerking. En nu zijn we ready voor de eerste inzaai. En komend seizoen dat ergens de tweede helft van de komende maand zal beginnen. En dus ook hier was de president en de getuige van. En ook vele verhalen gehoord. Maar hij is nu echt overtuigd ervan. Want wij een aantal verplichtingen binnen CARICOM, voedselvoorziening, je weet wel. Dus, in dat kader moet je het bezoek plaatsen. Hier te Coroni en Ikeri. En u zegt dat de president eigenlijk eerder gehoord heeft van de werkzaamheden. Wanneer is er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden? Hier te Wageningen is aanvang gemaakt vorig jaar oktober. Natuurlijk daarvoor is een heel traject geweest. Want dit terrein is van staatsolie. We hebben met staatsolie onderhandeld. Dit terrein staat als onderpand bij een bank. Staatsolie heeft er een lening opgenomen. Dus met de bank moet ook praten. Die hebben hun regels ook natuurlijk, hun corporate regels, waaraan wij ook moeten voldoen. En alles is reeds voldaan. Dus nu kunnen we starten met de eerste activiteiten. Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.